Eline, laten we beginnen met de horde. Wij zagen gisteren een uitslag, je was niet door. Wat was er in die race? Ja, ik moet eerlijk zeggen, heel mijn seizoen was nog niet echt geweldig. Hè. Ik heb één keer heel goed gelopen in Budapest. Maar andere wedstrijden had ik steeds eigenlijk een beetje het gevoel van... Ja, het klopt gewoon niet helemaal. Ik ben niet helemaal fit. Ik ben niet helemaal... De techniek zit niet helemaal juist. En ik ben eigenlijk heel het seizoen een beetje aan het zoeken geweest. En ja, hier ook. Gewoon op zich wel de start oké. Okay, maar dan gewoon niet in het juiste ritme geraken. En dan voel je gewoon elke horde dat ik gewoon afstand... Ja, eigenlijk afremde bijna. En niet meer vol kon sprinten. En ja... Dan was het helaas over en uit. Is het puur de zoektocht naar de vorm of is er iets van een blessure geweest? Nee, het is absoluut geen blessure geweest. Dus op zich ben ik gezond. Maar ja, ik denk gewoon een samenloop van omstandigheden. Een beetje misschien te veel willen, te veel zoeken, te veel hopen op die echt goede wedstrijd die er dan niet direct komt. En dan, ja, ik zeg het, kleine foutjes die erin kruipen. En het was gewoon mijn seizoen niet, denk ik. En ja, eens je zo begint te zoeken, dan is het soms moeilijk om terug uit die wat negatieve spiraal te geraken, denk ik. En ik hoopte dat ik mij zoals altijd op een kampioenschap zou kunnen overtreffen, maar het is helaas niet gelukt. Je kreeg bij een Belgisch kampioenschap natuurlijk ook een flinke domper met een derde plek, was het? Ja, dus dan, dat zag er uiteindelijk toen al niet heel goed uit. Hè. Dat was mijn laatste wedstrijd voor het EK. Dus toen had ik wel ook zoiets van, ja, het was weten, vergeten, gewoon een slechte dag. Maar ergens wist ik van, het is gewoon niet goed. Als ik mij op een Belgisch kampioenschap al laat kloppen en pas derde word, dan krijg je het op een EK heel moeilijk. En ja, het is helaas, ik zeg het, ik had echt gehoopt dat het wel goed zou gaan, maar ja, het is gewoon niet gelukt. Bibrade, het is niet mijn seizoen, maar jullie hebben in België dadelijk nog een hele grote wedstrijd. Ga je daar wel lopen? Ja, op dit moment weet ik nog niet goed wat ik ga doen. Ik heb nu echt zoiets van, laat me nu maar even gewoon bekomen. Want ik moet dit toch wel verwerken, want ik heb ook geen zin om met een heel slecht gevoel door te doen. Maar op zich denk ik, ja, dat is weer een maand verder, dus waarom niet? Hè? Ik denk dat ik nu gewoon een paar dagen moet rusten, een paar dingen bespreken en dan zien we wel. De estafette vandaag, hoe is dat gegaan? Ja, goed. Hè? Ik heb daar natuurlijk niet veel mee te maken uiteindelijk. Ik ben maar tweede reserve. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Ik ben blij voor de meisjes, want ze hebben ook een moeilijke, ja, vooral vorig jaar eigenlijk een heel moeilijk jaar gehad. En ik ben echt heel blij dat ze in de finale staan en hopelijk kunnen ze daar echt wel iets moois laten zien. Hebben ze jou gespaard? En is het de bedoeling dat jij in die finale gaat lopen of is het echt, je bent echt mee voor als reserve? Ja, ik ben sowieso, ik sta normaal gezien niet in de ploeg. Ik ben echt eigenlijk pas tweede reserve. Dus eigenlijk gewoon stand-by voor in geval van. Maar eigenlijk op het moment dat ze mij nodig hebben, is er al echt iets fout. Dus de meisjes die nu gelopen hebben, zijn in bloedvorm. En die gaan het gewoon supergoed doen. En ik zal gewoon aan de zijkant hard supporteren en meeleven. Maar ik ben duidelijk niet in de grootste vorm. Dus ik denk dat ik daar nu niet echt een meerwaarde in zou zijn. Wat is dat zo'n EK te hebben? Heb je al eens zo'n ervaring gehad op een EK? Ik was er bij in Göteborg 4 jaar geleden. Toen lag ik er ook uit in de reeks, maar toen was het niet zo erg, omdat ik nog 4 jaar jonger was en toen gewoon moest leren. Maar ja, een EK is gewoon leuk. Hè. Het is hoog niveau, maar ja, je weet dat je intrinsiek dan wel al iets kan betekenen. En ja, het is jammer dat ik het gewoon niet heb kunnen laten zien, maar uiteindelijk weet ik dat dit wel mijn wedstrijden zijn en in de toekomst zal ik het wel beter doen. Want in de winter is er een EK indoor. Nou, je bent een Europese kampioene. Is misschien een voordeel als je eerder stopt met dit... Is het zomerseizoen dat je beter kunt voorbereiden voor een indoor? Ja, ik denk sowieso dat ik nu gewoon inderdaad vooral moet denken aan deze winter. Want het heeft weinig zin, denk ik, om nu te gaan forceren. Ik moet mij gewoon, als ik mij goed voel, doe ik door. Hè. Maar ik denk inderdaad dat ik nu gewoon al moet durven denken aan Parijs, dat EK indoor titel verdedigen. Dat zijn grote dingen. En ik weet, ik ben ook echt een 60 meter loopster, een indoor loopster. Dus daar moet ik gewoon nu naartoe leven. En daarom nu even ontspannen, relaxen en dan kunnen we weer verder. Genieten van Barcelona nog? Absoluut, toch wel een klein beetje, ja.